Normaal gezien, als een paard wordt klaargemaakt om te berijden, dus als het een veulen is en als het een beetje ouder wordt, dan wordt het gebroken. Dus wat ze in normale paardenkwekerijen doen, of manages waar ze voor ze met paarden rijden. Dat wil dus zeggen dat ze een paard echt psychologisch eigenlijk in mijn ogen en veel mensen in hun ogen wel mishandelen. Dus dat wil gewoon zeggen dat ze een paard duidelijk willen maken dat de mens de baas is en dat het paard ondergeschikt is aan de mens. Dus wat doen ze? Bijvoorbeeld, ze geven het een hele tijd geen eten en dan, zolang het niet doet wat de mens vraagt, krijgt het geen eten, bijvoorbeeld. Of andere technieken, ik weet ook niet, ik ben niet zo'n paardenkenner, maar in ieder geval echt duidelijk maken dat het paard eigenlijk totaal ondergeschikt is aan de mens en het dus psychologisch breken, zodat het weet van kijk, de mens is de baas, de mens rijdt op het paard en het paard moet doen wat de mens zegt. Dat is hoe het normaal gezien, hoe dat het, de meeste mensen die paarden kweken en met paarden rijden, hoe ze dat doen. Het kan ook op een fysieke manier gebeuren, dat ze echt het paard compleet onderdrukken ofwel met een lasso. Dat is het echt sowieso, het is de bedoeling, ze noemen het ook niet voor niks een paard breken. Ze willen echt het karakter van het paard echt breken, echt psychologisch, zoals psychologische oorlogvoering. Echt iemand het paard echt psychologisch kapot maken. Zorgen dat het echt gebroken is en dat het niet meer wild is en dat het echt gewoon beseft dat het ondergeschikt is aan de mens. Er zijn mensen die het daar niet mee eens zijn en die vinden dat als je echt jezelf een paardenliefhebber noemt en graag paarden rijdt, dat je rekening moet houden met een paard en het karakter van het paard. Dus wat ze daar doen is, ze zetten paarden gewoon meestal gewoon op een weide, zodat die gewoon kunnen doen zoals ze in de natuur zouden doen. En dan beetje bij beetje voelen ze aan wanneer een paard klaar is. Dus eerst gaan ze proberen dichter bij het paard te komen, zien of het paard de mens vertrouwt. Maar heel geleidelijk aan, dat is echt een proces van maanden. Dus eerst het paard misschien eens strelen, zorgen dat het echt wendt aan met mensen te komen. En dan geleidelijk aan ook een beetje naast het paard lopen als het loopt, of het paard is aan de vastnemen rond de nek. En zo geleidelijk aan en dan een beetje aan het paard hangen terwijl het rijdt. En zo geleidelijk aan tot het echt het paard ook gewend is van bij de mens te zijn. En ook de mens vertrouwt. En ook weet, het is een geleidelijk proces tot ze eigenlijk op echt een paard gaan rijden. En zo wendt het paard aan de mens, maar wordt het paard niet onderworpen aan het mens, aan de mensen. Dus eigenlijk een vriendin die een grote paardenliefhebster is, die mij daarover verteld heeft, want hij heeft zelf een paard. Een paard dat eigenlijk ze zelf heeft gekocht van mensen die zeiden, dit paard is onbereidbaar. Dit paard, we kunnen er niks mee doen hier. Ze koopt het maar van ons. En ze heeft dus zelf met dat paard het ook zo gedaan. Dus het heeft heel rustig gedaan. Want de reden waarom dat paard niet wou, dat paard had een heel sterk karakter. En dat paard luisterde gewoon niet naar de mens. Maar ze heeft wel het vertrouwen gekregen van dat paard door er zo mee te werken. En nu kan ze daarop rijden. Ik bedoel, dat is niet dat het nog een wild paard is. En voor zover ik weet, is er in België, als ik me niet vergis, ergens in de buurt van Diest, is er de Poederhoeve. Daar werken ze zo met paarden en daar is ook daar houden ze paarden ook in grote weides waar ze met 20 staan, wat ongeveer overeenkomt met hoe dat ze in de natuur zouden zijn en waar de paarden echt als ze niet bereden worden zeker ook gewoon zoals ze in de natuur kunnen samenleven. En iets dat ook nog wel belangrijk is, dat daar behalve het breken van het paard, is er ook de meeste paarden worden bereden met een bit, een ijzeren ding dat in hun mond zit. En dat is voor een paard heel onaangenaam en dat is eigenlijk helemaal niet nodig om mee te rijden. Dus daar rijden ze ook met paarden met gewoon een mondstuk, maar zonder een bit. En eigenlijk is het ook zoveel makkelijker om met een paard te rijden, omdat een paard ook veel rustiger dan is. Dus ook voor de berijder is het eigenlijk veel beter om zo met een paard om te gaan. Want anders, mensen die niet gewend zijn om met een paard te rijden, die trekken veel te hard aan die teugels. Dus voor zo'n paard is dat ontzettend onaangenaam. Dus het is echt op alle manieren dat ze daar echt veel vriendelijker met paarden omgaan, maar ook op paarden rijden. Dus het is niet dat ze gewoon zeggen van kijk, dit zijn wilde paarden, want ondertussen paard is in Europa niet meer wild.
Ze worden wel bereden, maar er wordt wel rekening gehouden met het paard. Ik weet wel dat op die plaats in de Poederhoeve, dat daar ook veel paarden komen die dus echt zijn afgeschreven, waarvan ze zeggen van kijk, dit paard kunnen we niks meer mee doen, ja, maak er maar ik weet niet wat van. En daar houden ze die paarden dus en daar mogen die gewoon, nou ja, die worden misschien, als ze te oud zijn om bereden te worden, niet meer bereden, maar die kunnen dan gewoon, ja, gewoon een natuurlijke dood sterven. Of ja, als ze echt te ziek zouden worden natuurlijk, worden ze wel, ja. Maar echt, wordt niet een paard gewoon gezien als een gebruiksvoorwerp voor de mens. Maar wordt er echt, ja, ook voor oudere dieren en ook worden die gewoon verzorgd tot, ja, zodat ze gewoon kunnen een natuurlijke dood sterven.